De Sint is het land nog niet uit of de kerstspullen vliegen jou weer om de oren. Vandaag is de kerstmarkt op de Kleine Duiker in Barendrecht. En we vragen de mensen of de boom al staat en wat ze gaan doen met de kerstdagen. Wat gaat u doen met de kerstdagen? Dat zal familiebezoek worden. En wij vieren dit jaar met de kinderen. Gaat u zelf koken? Met mijn kinderen, want ik hou niet zo van koken. En wordt het elke keer wat bijzonders of niet? Wel een kerstdiner, ja. Staat de boom al bij u thuis? Ja, maar hij staat leeg. We hebben hem vanmorgen gekocht, dus hij staat wel in de standaard. Maar ik heb hem nog niet versierd. Okay. Komt u hier op de kerstmarkt accessoires kopen? Speciaal voor de boom? Nee. Nee, het is meer gewoon voor alle hobbydingen, maar niet voor in de boom. Nee, nee, helaas. Weet u wel wat u gaat doen met de kerstdagen? Ja, dat is helemaal volgepland. Met kinderen en ouders en gezellig met familie. Maakt u altijd wat bijzonders van het kerstdiner? Ja, dat wel. Het hoeft niet per se zoveel te zijn, maar wel aparte dingetjes wat je de rest van het jaar niet doet. Ja. Heeft u al ideeën? Jawel. Dat moet wel, hè. Je moet wel een beetje van tevoren plannen natuurlijk. Ja, ja. Anders. Je gaat niet om recepten vragen, toch? Hè? Nee, de boom staat nog niet. Nee, ik heb hem ook nog niet. Probeer ik zo lang mogelijk uit te stellen. Ja, vindt u het maar niks, hele kerstgevoel? Persoonlijk heb ik er niet zoveel mee, nee. Heeft u veel met kerst? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ik kom uit Ierland. So, in Ierland is het, ja, we hebben geen Sinterklaas, so kerst is voor ons ja, heel belangrijk en ja, echt het ding van het jaar. Yeah. Gaat u daarom wat bijzonders doen met de kerstdagen? Ja, met mijn familie ja, om te weren. Ja. Ja. Zelf koken of niet? Ik hoop dat oma kookt dit jaar. Dat, yeah. Ik ben, ik ben net bevallen met een nieuw kind, de derde. So, ik heb het een beetje druk nu. So, ik hoop dat oma doet het dit jaar. We gaan bij oma eten. Ja. De kerst vind ik heel gezellig. Heel gezellig. Heel... Wat heeft het precies voor u? Warmte en gezelligheid. Staat de boom bij u thuis al? Ja. Sinds wanneer? Al ruim voor de Sinterklaas, schandalig hè? Dat meent u niet, u lijkt wel een winkel zeg maar. Ja, bijna wel. Ja, ja. Wat doet u met de kerstdagen? De kerstdagen zijn we in ieder geval een dag bij mijn ouders en de tweede kerstdag maken we het gezellig thuis. Gaat u dan altijd zelf koken? Altijd zelf koken, ja. Iets bijzonders? Ja, we zoeken wel wat bijzonders, maar meestal toch ook wel iets wat nog een beetje betaalbaar is. Je kan van heel weinig heel lekkere dingen maken, dus